Ja, Marino Keulen van Open VLD is komen aanschuiven. Dag, meneer Keulen. U bent een Limburger. En welke partij je in Limburg aan het woord laat, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, links of rechts, dat er nog werk aan de winkel is in zaken mobiliteit, bereikbaarheid, ontsluiting, dat hoor je stevast. Klopt dat? Helemaal. Dus wij liggen wat dat betreft excentrisch. Als je ziet wat de organisatie van het openbaar vervoer, dat wordt voor de spoorwegen beslist in Brussel. Wat betreft de lijn wordt dat beslist in Mechelen. En wij vallen daar eigenlijk altijd wat buiten. En dus is er een nieuwe aanpak dringend en noodzakelijk. Dat moet u plezieren, dat u voortaan zelf zal kunnen beslissen wat er nodig is in zaken mobiliteit, dus u bent een blij politicus? Eigenlijk wel. Ik ben heel verwachtingsvol. 2020, dus de steden en gemeenten krijgen zelf een stuk regierol in handen om het openbaar vervoer op hun grondgebied, om dat te organiseren. Vandaag krijg je telkens te verwijten, burgemeester, er rijdt eigenlijk geen bus meer. Buiten het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer heb je nauwelijks nog aanbod. Wij hebben zelf als gemeente betaald voor busverbindingen vanuit het zuiden van de gemeente. En dan moest u zeggen, het is de fout van Mechelen en nu gaat u kunnen zeggen, het is mijn eigen schuld of ik heb er een oplossing voor. Of ik heb er een oplossing voor en voor dat laatste gaan we, om eigen accenten te leggen. Dat geloof ik best, maar dan zou het natuurlijk wel eens kunnen dat u diensten gaat organiseren, extra diensten die vandaag nog niet bestaan. Dat zou kunnen, maar het zou kunnen zijn dat bepaalde diensten verschuiven. Dus wat dat betreft is ook maatwerk mogelijk. We vertrekken eigenlijk U acht het mogelijk wat de minister zegt om dit budget neutraal te houden? Dat is eigenlijk het contract wat we hebben met de minister. Het kan niet zijn dat het eigenlijk een verkapte besparing wordt voor de Vlaamse overheid, waarbij je de factuur eigenlijk doorschuift naar de steden en gemeenten. Heeft hij ook niet gezegd, hè? Hij zegt het wordt budgetneutraal. Waarom ik dat vraag is omdat een aantal andere parlementsleden toch wel een beetje bevreesd zijn dat daar niet zal volstaan, de middelen van vandaag. Want als natuurlijk iedereen zijn verlanglijstje maakt in Limburg, in West-Vlaanderen, in Antwerpen, dan zal het wel eens kunnen dat op het einde van de rit iedereen tot de vaststelling zal komen, we hebben heel veel geld nodig, meer dan vandaag. Het moet in redelijkheid gebeuren. Dit is ook geen Sinterklaas-verhaal. Om alle dromen waarheid te doen worden op het vlak van het aanbod van extra bussen, dat zal niet kunnen. Maar je kan ook wel kijken met welke partners ga ik het organiseren. Misschien daar met een bus, daar misschien met een busje of met een taxi. Je kan daar eigenlijk ook maatwerk organiseren en dat kan de kostprijs ook wel heel gevoelig beïnvloeden. Dus u deelt die vrees niet dat er misschien op termijn te weinig middelen zouden zijn? Ik zie vooral kansen in dit geval en vooral zorgen inderdaad mensen die vandaag verstoken blijven van openbaar vervoer. Ik denk bijvoorbeeld aan onze senioren, om die dat aanbod op die manier wel te kunnen bieden. Ja, u bent een liberaal. Liberalen rekenen alles op de markt. Ja. Rekent u erop dat de markt dan dat tandje zal bijsteken, zal bijspringen waar nodig? Alleszins zorgen dat het extra aanbod kan geboden worden, want de vraag is vandaag groter dan het aanbod. Ja, mijn vraag was, rekent u op de markt? Ja, om eigenlijk zeker dat aanbod te kunnen organiseren en ook eigenlijk dat het prijsefficiënt kan gebeuren. Vandaag heb je alleen maar het monopolie van de lijn en de onderaannemers moeten zich volledig schikken naar de voorwaarden van de lijn. Vandaag kan je ook niet op derden beroep doen. Ik denk aan taxis of dergelijke meer. Dus op die manier, ik vind ook dat we de ideologische blokkages moeten loslaten. Dit is een en-en-verhaal, niet of-verhaal. Het is niet de privé tegen de overheid, het is samen. De vraag is vandaag zo groot en dat is in alle sectoren van de samenleving. Maar kan u de betaalbaarheid voor de gebruiker garanderen? Want goed, een overheid kan sociale correcties doorvoeren. Een privépartner doet dat misschien niet. De betaalbaarheid is natuurlijk essentieel, want dat is uiteraard ook de basisvoorwaarde. Als het duurder wordt, blijven mensen natuurlijk kiezen voor de wagen. Of voor de mensen die dan geen keuze hebben omdat ze geen wagen hebben, die moeten dan thuis blijven, die blijven steken in hun isolement. De betaalbaarheid voor de gebruiker, voor de reiziger, is natuurlijk het uitgangspunt. Ja, dat geloof ik. Mijn vraag was, gelooft u dat een privépartner dat ook kan garanderen? Die kan dat zeker garanderen. Maar wij moeten ook hoe zou dat dan gaan? Wij moeten ook durven die voorwaarden te bekijken. Uiteraard moeten mensen die andere vervoeren verzekerd zijn, die moeten ook medisch gekeurd zijn. Maar vandaag hebben we eigenlijk dat aanbod zo duur gemaakt. Bijvoorbeeld een belbus, dat is eigenlijk onbetaalbaar duur geworden in de aankoop. Het kan misschien ook iets goedkoper en op die manier kunnen we misschien meer aanbod eigenlijk ook organiseren. Ja, dat geloof ik. Maar de vraag was,
Kan zo'n privépartner sociale correcties doorvoeren die een openbaar bestuur wel kan? Of zou u bijpassen als lokaal bestuur? Dat kan dan ook voor een stuk met het budget van de vervoerregio ook gebeuren. Of als een stad of gemeente iets in surplus willen doen, en dat is hun goed recht, dan moeten zij dat vanuit de stads- of de gemeentekas bijpassen. Vanzelfsprekend. Uit eigen zak. Maar goed, ik hoor de kritiek nu al klinken. Kijk, het is dus toch duurder geworden waar we voor vrezen. Het moet op die manier voor de reiziger moet het betaalbaar blijven en het mag geen verkapte besparing zijn op de kap van de steden of de gemeente. Willen zij bepaalde dingen in surplus eigenlijk buiten het aanbod, buiten het redelijke aanbod, moeten ze ook bereid zijn om te betalen. Dat is, vind ik, een volwassen debat. Oké, dat is duidelijk. Bedankt, Marino Keulen, voor dit gesprek. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.